De West End Ladies Tennis Cup vindt voor de 17e keer plaats in West End de Bad. Dit $25.000 toernooi is een van de grootste outdoor tennistoernooien voor vrouwen in België. Bedoeling is om jonge talenten ATP-punten te laten winnen en van de future toernooien over te gaan naar de Challengers. In de finale van de West Ende staan de Belgische Isaline Bonaventure en de Spaanse Sara Sorribes Tormo tegenover elkaar. De 17-jarige Spaanse Sorribes Tormo begint geheel in de lijn van de strakke noorderwind fel aan de partij. Ze gaat gelijk door de opslag van haar 2 jaar oudere tegenstander. Het staat al snel 2-0 op het scorebord. Maar op 30 gelijk stuurt een korte regenbui de speelsters noodgedwongen naar binnen. De korte pauze lijkt in het voordeel van de jonge Belgische te werken, want voor het eerst kan ook Bonaventure op het scorebord komen. Lang duurt die opflakkering niet, want de Spaanse verdedigt goed en dwingt Bonaventure in de fout. Op 5-2 mag Sorribes Tormo serveren voor de set en op de belangrijke punten klinkt er een luide vamos. Met een overtuigende 6-2 winst in de eerste set begint de Spaanse opnieuw heel sterk aan de tweede set. Het nummer 422 op de WTA wereldranglijst speelt gevarieerd en heel vast. Bonaventure gaat voor te veel risico en stapelt de fouten op. De Belgische kan geen vuist meer maken, de Spaans doet dat wel en gunt Bonaventure in de tweede set zelfs geen enkel spelletje meer. What was your tactic today to try to win against Isaline? Nothing. I was trying to play my game every time. I was trying to change all the time the direction, all the time the spin, the drop shot and slice. And I thought this was my tactic. Wat vond je vandaag van je wedstrijd? Ik heb eigenlijk helemaal niet goed gespeeld. Ik kan geen één ding opnoemen dat goed is gegaan vandaag. Mijn service liep niet. Ja, ik denk dat zij mij ook slecht heeft laten spelen door gewoon de perfecte tactiek te spelen en ja, en gewoon doen wat ik niet prettig vond. Een verdiende overwinning voor de Spaanse die zo haar eerste titel van het seizoen pakt en zo'n grote sprong op de wereldranglijst zal maken. En dat viert ze zo met een duik in de Noordzee.